In onze aanstaande veiling hebben we een aantal fraaie zilveren bekers. 17e eeuwse bekers, gebruikt voor de wijn in een protestantse kerkdienst tijdens de avondmaalsviering of voor niet-kerkelijk profaan gebruik. Veel bekers werden gemaakt in het noorden van Nederland. De meeste kerkgemeenschappen bezitten zilveren bekers. Sommige heel oud, al vanaf de intrede van de hervorming in Nederland, eind 16e eeuw. Sommige kerken bezitten geen oude bekers meer, omdat ze zijn gestolen, omgesmolten of misschien omgewisseld om een nieuwe te maken. De bekers werden direct door de kerkvoogden besteld bij de zilversmeden of werden betaald uit bijdragen van de leden van de gemeente. Ze werden ook soms geschonken door families en vooraanstaande personen uit de kerk. Eenvoudig van vorm en niet overdadig versierd, in tegenstelling tot de rijk versierde kelken uit de katholieke kerk. De vorm van de kerkelijke bekers was eigenlijk hetzelfde als van het profane zilver, met name in de 17e eeuw. Als het kerkelijke bekers betreft zijn de graveringen vaak met bijbelse voorstellingen of teksten, of personificaties van de zeven deugden. Geloof, hoop en liefde, de bekendste, moed, wijsheid, rechtvaardigheid of matigheid. De beker kan ook alleen gegraveerd zijn met wapens, bijvoorbeeld van de familie die het heeft geschonken, of een stad of dorp waar de kerk staat. Een typisch Gronings modelbeker, te herkennen aan de rand en de voet, is waarschijnlijk een beker geweest voor profaan, niet-kerkelijk gebruik. Ook hier zie je weer de deugden, geloof, hoop en liefde. Met gegraveerde initialen en jaartallen, vermoedelijk van vorige eigenaren. Een huwelijksbeker die generaties wordt doorgegeven aan een jong paar. De beker uit Dordrecht heeft een prachtige gravering van vruchten en vogels. Een geliefd onderwerp op bekers uit diverse steden. Als voorbeeld van de diverse graveringen werden ornamentprenten gebruikt. Het kleine bekertje. Door de maat wordt soms verondersteld dat het een kinderbeker of een beker voor een dame zou kunnen zijn. De gravering van het dorpsgezichtje met kerk doet vermoeden dat het misschien onderdeel is geweest van een set met meerdere bekers voor het avondmaal. Het is niet verwonderlijk dat dit soort mooie bekers worden gezocht door verzamelaars en musea.